Kel fam, het is 2019. Welkom. Oh my god. Oh my god. Het is 2019. 2019. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. Het is nog steeds Kelsember, maar... Oh nee, dat klopt helemaal niet. Nee, het is al lang voorbij. Vorige maand heb ik elke dag van de maand een video geüpload. Dat was epic as fuck. Het was een vruchtbare maand. Maar ik heb ook heel erg hard gewerkt afgelopen maand. En daarom heb ik ervoor gekozen om de eerste week van januari eventjes geen video's te uploaden. Ja, weet je, ik kan sorry zeggen, maar het spijt me niet. Want ik mag zelf weten wat ik doe, bitch. Om 2019 goed in te luiden, heb ik een teamsong gemaakt bij 2019. Komt ie. 2019. Waar gaat Siri in? Hey, Siri, hou je bek, man. Ik heb het niet tegen jou. Beter, hou jezelf je bek. De Kelfam is de meest epische, meest grappige, meest hechte familie van Nederland. Mocht je nou afvragen, hey, bestaat die Kelfam wel? Ja hoor, kijk maar naar dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. Goed, genoeg achterover geleund. 2019 wordt epic. Ik heb voornamelijk teruggekeken naar 2018. Hoe fantastisch 2018 was. Het was echt serieus het meest epische jaar ooit. Maar 2019... Nee, de terugblik van afgelopen jaar was fantastisch. Hier even een flashfragment. Vlot gezeten in de jungle, nieuw kapseltje geprobeerd, presentator geworden bij RTL Boulevard. Mocht je die nou nog niet hebben gezien, check hem dan even. Staat in de beschrijving. En waarschijnlijk hiernaast, hij is keihard. De toekomst inkijken is een stukje lastiger. Ja, dat is wel een beetje vet. Maar mij leek iets best wel tof. Hoe hard zou het zijn geweest als ik terug kon kijken naar mezelf in 2017. Hoe ik dacht dat 2018 voor me zou gaan zijn. Om dan vervolgens te checken of dat ook echt zo is gebeurd. Of dat er heel veel dingen anders waren. Of dat ik precies goed had. Of dat ik alles had voorspeld. En dat ga ik vandaag ook doen, namelijk welkom bij het vooruitzicht van 2019. Ik heb een aantal dingen verzameld en bedacht waarvan ik denk dat ze sowieso gaan gebeuren in 2019. Precies over een jaar ga ik terugkijken naar deze video en zal ik zien of mijn voorspellingen uit zijn gekomen of dat ik er compleet naast zat. Ik heb een aantal dingen opgesomd, van persoonlijke dingen tot zakelijke dingen, tot mondiale dingen. Lang verhaal kort, let's go. Voorspelling nummer 1. Fortnite is weg. Ik denk dat er heel veel YouTubers die Fortnite spelen en daar heel groot mee zijn op YouTube, dat die zich achter de oren krabben en denken, fuck, wat moet ik nu doen? Ik twijfel of dat in 2019 al gaat gebeuren, maar ik ga het gewoon zeggen. 2019 gaat het laatste jaar zijn waarop Fortnite nog epic is. Voorspelling nummer 2! Voorspelling nummer 2 is dat ik en mijn vriendinnetje nog steeds samen zijn. Stel dat we wel uit elkaar zijn, dan kijk ik dit nu terug in 2020 en dan denk ik... Ik ben zo, gewoon zo gelukkig met die vrouw, jongen. Voorspelling nummer 3. Ik heb 1,5 miljoen abonnees. Vorig jaar zei ik dat ik 1 miljoen zou halen. Dat is gelukt. Miljoen abonnees bereikt. Ik denk dat ik in 2019 anderhalf miljoen ga halen. En ik heb ook content op de plank liggen waarvan ik zeker weet dat het ervoor gaat zorgen dat er fucking veel nieuwe Kelfam members bijkomen. Voorspelling nummer 4. Ik heb 1 miljoen volgers op Instagram. Dat betekent dat er ongeveer 300.000 bij moeten. Ik ga mijn best doen. Voorspelling nummer 5 is dat ik een huis heb gekocht. Ik weet niet wat voor huis. Ik weet niet of het een hutje op de hei is of dat het een penthouse is bovenop een flatgebouw in Amsterdam. Dat weet ik niet. Maar Kelvin uit de toekomst, laat heel even je huis zien. Ja, nu gebeurt er natuurlijk niks, maar ik zie jullie over een jaar. Voorspelling nummer 6. Mijn poezen leven nog. Allebei, Loortje en Otje. Ik denk het wel. Nummer 7. Ik ben ongetwijfeld weer een keer negatief in de media geweest. Dat zul je gewoon blijven houden. Dus ik zeg het maar gewoon alvast van tevoren. Ik word dit jaar sowieso weer een keer fucked up in de media. Ja. Voorspelling nummer 8. Ik ben 23. Jaartjes oud. Of ik ben dood, of ik word 23. Nummer 9. Mijn kapsel is anders dan dat het nu is. Het is niet dat ik ontevreden ben met mijn kapsel nu. Helemaal niet. Ik zit er alleen aan elke uur per dag, secondes. Eigenlijk, ik besef me nu pas dat deze video eigenlijk alleen maar leuk is. Over een jaar. Voorspelling nummer 10. Ik denk dat ik een liedje heb gemaakt met een grote Nederlandse artiest. Met een Marco Borsato of gewoon een Kraantje Papi. Maakt mij niet uit. Maar gewoon een Nederlandse artiest van formaat die samen met mij de handen ineens slaat om een fucking meesterhit te knallen. Als hij er inmiddels is, dan klinkt hij zo. That's pretty good. Nou, dat is ongemakkelijk, want hij is er nog niet. Maar ja. Dus hey, Nederlandse artiesten mogen erin uitzien en denken: ja, maar lijkt me hard om een pokken te maken met Calvin, die sowieso een miljoenen keer bekeken wordt. Kom op. Voorspelling nummer 11. Ik drink sowieso nog steeds alcohol. Dat kan niet anders. Waarschijnlijk ben je nu bier aan het drinken, Kelvin. Voorspelling nummer 12. Ik gebruik nog steeds geen drugs. Dat doe ik niet. Dat gebruik ik niet. Dat is niet mijn ding. Ik ben niet die guy die dat doet. En het is prima als je dat wel doet, want ik ken genoeg mensen die het doen en het hoort er ook een beetje bij, schijnbaar. Maar ik doe het niet. Kelvin, ik denk dat je over een jaar nog steeds geen drugs gebruikt. Nummer 13. Ik ben in New York geweest. Kelvin, als je niet in New York bent geweest, dan doe je echt iets verkeerd. Ik bedoel, je reist de hele fucking wereld over. Je mag allemaal mooie plekken checken. Je bent echt fucking avonturier als op in je merg en been. Die staat bovenaan mijn lijst van plekken waar ik nog naartoe wil. En als je er niet bent geweest, dan stel me dat diep teleur. Voorspelling nummer 14. Ik heb sowieso 3 programma's gemaakt waar ik super trots op ben. Ik heb namelijk heel veel ideeën op de plank liggen. En ik ben momenteel er super hard voor aan het knokken dat ze ook echt gemaakt kunnen worden. Ik ga 3 plaatjes in beeld laten zien die de formats representen. Dus dit zijn de symbolen.
Ik kan niks anders zeggen. Als je deze formats weet te maken dit jaar, dan ben je fucking epic. Voorspelling nummer 15. Ik heb geen nieuwe huisdieren. Ik heb niet een vis of zo. Ik heb niet een hond ineens. Ik heb geen nieuwe huisdieren. Voorspelling nummer 16. Ik denk dat ik deze kleren nooit meer draag. Sterker nog, ik denk dat ik ze inmiddels al heb weggegooid. Voor hetzelfde geld heb je dit nu aan. Dat zou super grappig zijn. Volgend jaar is dit niet meer. Het is fashion, weet je wel. Het gaat gewoon door en zo. 17. Stuk TV heeft Enzo Knol ingehaald qua abonnees. Ik hoop dat het gebeurt. En dat is niks ten nadele van Enzo. Enzo, je weet, I love you. De roast was, ja. Kontkind. Enzo Knol. Ja! Yeah! 18. Ik heb een video gemaakt met rapper Shorts. Hey. Ik kan die man zo, ik krijg hem zo lastig te pakken. Hij zegt altijd, ben naar kaas. Hij wil niet een video maken met mij. Yeah. 19. Ik heb opgetreden voor 5000 man. Dat is voor mij persoonlijk ook wel een streven. Misschien heb je het hier en daar wel voorbij zien komen. Maar ik vind het muziekstukje wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan best wel leuk. Dat ik ben misschien wel een beetje bezig met gewoon actje voorbereiden en zo. Oké, kappen nu. 20. Ik heb 250 miljoen views op YouTube gehaald. Op mijn YouTube kanaal, de teller staat nu volgens mij op 180 miljoen. Ik ga even kijken. 180 miljoen 967.806 views. Oeh, 21. Enzo Knol heeft een nieuwe vriendin. Ik, ja, dat moet. Ze is waarschijnlijk knap en mooi en lief en goed voor de views. Dus, moet wel. 22. Ik ben nog steeds kerngezond. Ik ben waarschijnlijk een beetje verkouden, want dat ben ik nog steeds. Maar verder denk ik wel dat ik die gezonde boy ben, weet je wel. Gewoon nog steeds zo deze moves kunnen maken zonder mijn arm uit de kom te... 23. Ik denk dat er in 2019 drie YouTubers sowieso gestopt zijn met YouTube. Die meer dan 500.000 abonnees hebben. Pardon? Het is namelijk best wel het jaar waarin, ongeacht hoeveel abonnees je hebt, je moet gewoon blijven komen met goede content. En ja, betekent dus ook dat als je 500, 600 of 700.000 abonnees hebt, maar je maakt geen goede video's, dat het dan lastig wordt om het fulltime te blijven doen. 24. Ik heb sowieso echt iets heel epics verloren. 2018, jachtseizoen, dat was echt zo'n epic fail. Ik heb hem! Ah, wat een afgang. Dit jaar wordt het waarschijnlijk een of ander programma waar ik aan mee mag doen. Nummer 25. Ik heb sowieso iets gewonnen. Iets epics. Gewoon of een prijs, of een programma. Ja, dat gebeurt gewoon. Ik win gewoon soms dingen en ik verlies ook best vaak. 26, boy. YouTube heeft sowieso een of andere tamtoe rare aanpassing gemaakt aan de website. Gewoon echt zoiets, iets aan het platform waarvan je denkt, gasten, waarom doen jullie dit? 27. Er is sowieso weer een BN'er begonnen met YouTube. Gewoon echt zo'n, ja, gewoon zo'n traditionele oude BN'er die je opa en oma en je ouders misschien nog kennen. 100% zeker. 28. Ook heeft sowieso een YouTuber in Nederland weer een film gemaakt. Net als Dylan Hagen. Er moet iemand zijn van Formaat of Enzo of Gio of ik. Ik heb geen idee. Ik ben niet van plan om een film te maken. 29. Ik heb drie nieuwe tatoeages. Hi. What the fuck? Ik weet niet waar, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe groot. En Kelvin uit de toekomst, laat ze nu maar even zien. Nummer 30. Ik heb sowieso weer een episch verjaardagsfeest gegeven. Dat kan niet anders. Ook dit moet sowieso gebeuren. 31. Deze is een beetje raar. Ik ga sowieso weer op de foto met een vrouw. Chilled met Sylvie Meis. Waarvan ik nooit zou denken dat ik er ooit mee op de foto zou staan. Ja, gewoon zo'n Duitse cruise type of zo. Waar ik dan in één keer mee op de foto sta. En dan denk ik, yo, ik heb gewoon een foto met zo'n sikke mooie vrouw. 32. Ik heb sowieso een videoclip gemaakt met dieren erin. Gewoon lama's of wasberen of een koala. Maar gewoon zoiets. 33. Ik vlieg sowieso business class. Dat gebeurt regelmatig. Nou, eigenlijk helemaal niet. De luxe vluchtjes, ik denk wel dat ze gaan komen. 34. Dylan Hagens en Marit zijn sowieso nog bij elkaar. Mijn onderbuikgevoel zegt dat die niet te breken zijn. 35. Ajax heeft sowieso de Champions League gewonnen. Op het moment dat ik dit film, zijn ze net door de groepsfase heen. Dus ze zijn tweeders geworden van de groep. Maar ik heb gisteren gezien dat ze tegen Real Madrid moeten. Ah joh, dat is wel te doen. Weet je, ik zeg het ook gewoon meer. Zodat als ik het al goed had, dat ik dan kan zeggen... Ja hoor, ik zei het altijd al. Ik zei het al. 36. Ik ben nog geen miljonair. Nee, in 2020 ben ik nog geen miljonair. 37. Ronnie Flex en Femke Louise zijn nog steeds bij elkaar. Het is een aantal weken geleden duidelijk geworden dat die twee samen zijn. Ronnie is nu vader, dus... Gefeliciteerd hè? 38. Dylan Hagens heeft 2 miljoen abonnees gehaald. 39. Stuk TV heeft 2,5 miljoen abonnees gehaald. Voordat we verder gaan met de voorspellingen wil ik jou even vragen om te abonneren op mijn kanaal. Dat betekent dat ik sneller bij de 1,5 miljoen ben en dat mijn voorspelling dus uitkomt. Hey, feest! 40. Er is sowieso een of andere domme YouTuber die het voor ons verpest heeft. Waardoor de hele media weer zegt... Oh, die vloggers, moet je echt mee oppassen hoor. Voorspelling nummer 41. Al mijn muziek is minimaal 1 miljoen keer bekeken. Ik ben namelijk van plan om komend jaar best wel veel muziek te maken. Maar ik denk dat alles wat ik maak, dat het sowieso 1 miljoen wordt bekeken. Dat zou fantastisch zijn. Als het niet gebeurt, ik lig er niet wakker van. En voorspelling nummer 42. Ik ben nog geen vader. Laat het alsjeblieft waar zijn. Kedinkeding, kedinkeding. Ik ben niet van plan om vader te worden. Als ik nu met een kind in mijn armen zit in 2020. Oh jongen, dat zou echt. Kedinkeding, kedinkeding. Kelvin, vertel alsjeblieft dat je geen vader bent.